Welkom iedereen, in dit filmpje ga ik jullie tonen hoe dat je je klanten kan gaan registreren dat ze zijn aangekomen in uw restaurant en of vertrokken zijn in uw restaurant. Dus hoe werd dat vroeger? Vroeger hadden ze een papier met alle reserveringen op en vanaf dat iemand binnenkwam doorstreepte ze die en op die manier konden ze heel mooi zien wie was aangekomen in het restaurant en wie nog niet. Wel, wij hebben er eigenlijk gezorgd dat u dat digitaal ook kan doen. Want daar zijn veel voordelen aan. Zoals bijvoorbeeld alle mensen die niet in uw zaak zijn, maar wel willen zien hoe de service aan het lopen is, kunnen eigenlijk via deze manier heel mooi zien wie al is aangekomen in de zaal, wie al vertrokken is en hoeveel couverts jullie momenteel aan het behandelen zijn. Dus eigenlijk alle mensen die toegang hebben tot uw Recengo, maar niet in de zaal zijn en het niet fysiek of visueel kunnen zien, gaan het wel digitaal kunnen zien via Recengo. Dus we zitten nu te kijken naar de planning van 14 augustus voor de lunch en we zien dat er wel wat reserveringen opstaan en wel wat groepen komen eten bij deze zaak. We zien veel rode kleuren en we zien hier die groepen die in het rood staan, die hebben hier ook allemaal een status R. En dat betekent dat die mensen momenteel op gereserveerd staan. Die hebben gereserveerd, maar die zijn dus nog niet in de zaal aanwezig en nog niet in de zaak aanwezig. Maar we zien hier bij Klaas Rob dat hij een andere kleur heeft, een gele kleur, en als status T heeft. En dat betekent dat hij momenteel aan tafel zit. Dus nu weten wij dat er inderdaad één groep van de vijf aan tafel zit en de rest nog moet aankomen. Stel je voor dat we ook Patrick van de Put, dat die groep ook aankomt op en gaat zitten aan tafel 9, kunnen we ook gewoon die status gaan aanpassen door te klikken op dat erken. Zien we nu dat die verandert in de status T en dat die kleur hier ook verandert en weten we ook dat die groep nu aan tafel zit. Zo kunnen we dat gaan doen voor elke groep. En het handige daaraan ook is dat we op het einde van het service ook perfect gaan kunnen zien wie niet is komen opdagen en wie wel is komen opdagen. Dus dit is de manier om die groepen te gaan toewijzen en zeggen dat ze aan tafel zijn komen zitten. Je kan ook heel gemakkelijk passages gaan toevoegen om eigenlijk zo een heel compleet beeld te geven aan alle mensen die niet in de zaal zijn, hoe druk het precies is en hoe dat de service precies aan het verlopen is. En dat doen we door dit knopje hier aan te zetten. Momenteel staat dat aan, want dat staat in het rood. En nu kunnen we gewoon zeggen, door op de tafel te klikken waar die passage aan komt te zitten, door bijvoorbeeld een groep van 5 komt op tafel 10 te zitten, we klikken op het nummertje 5 van tafel 10. En nu wordt er een passage aangemaakt op die tafel. Natuurlijk krijgt die direct een gele kleur, omdat die ook direct aan tafel komen te zitten, natuurlijk. Stel je voor dat de service op het einde aan het lopen is en bepaalde mensen hebben al betaald, bijvoorbeeld die groep van Klaas Rob die eerst binnen was, kunnen we ook nog eens gaan klikken op die status. En dan veranderen we die T in een V, dat betekent vertrokken. En we zien dat tafel 8, waar die groep aan zat, nu ook leeg is. Aangezien die personen ook weg zijn, is die tafel terug beschikbaar en kan die terug online geboekt worden, als dat zo toegelaten is volgens jullie instellingen. En kan die ook opnieuw geboekt worden voor een passage of toegekend worden daaraan. Zo, dat was de uitleg hierover. Bedankt voor het volgen en tot ziens!